Oké, we zijn weer terug in de dungeon. Dus omdat we naar Vink gaan, moeten we... Wow, hij zit nog steeds bijna 2000 feet weg. Wow. Ja, inderdaad. We oppassen dat we niet... Sorry dat ik nu 300 levens heb. Dat moest even. Ik had geen... Jammer. Ja, nee, daar ben ik het niet mee eens hoor. Nee, zo, dus zit je hele inventory vol met troep. Ja. Ja, ik vind het niet maar kunnen. Maar niet slechte troep, hè? Oh, goede troep. Ja, allemaal goede troep. Dus wanneer bestaat er goede troep? Het is wel echt nieuw voor mij. Oh, ik heb nu 3 stack torches, hè? Ik heb er 2 mee, dus in ieder geval, dat komt wel goed. Doe jij een torch? Lolly! Lolly. Dat is gewoon 20 levens erbij, zeg maar. Ja, dat weet ik. Oké, ik ga terug naar jullie. Oh, hier zit de key. En ik zit erin. En we hebben de laatste Muramasa. Echt? Nice. Je hebt nog 1 cobalt shield. Ja, nog 1 cobalt shield. Dat is het enige wat we nog echt moeten hebben. Want ik wil echt serieus cobalt shields. En dat is een van de handigste items. Ja, inderdaad. Wow, ik spamde in plaats van mijn muis om te vechten. Waar is je pumpkin? Oh, hier zo. Ik dotte hem tegen een van jullie. Voor mij Tommy. Ja, ik niet wel meer. Tommy. Ik heb hem. Wacht, je kijkt straks terug, oké? Ja, ja. Activeer hem dan ook even, dat jij er ook in hebt weer. Ja. Hier. Yep. Wat ver. Lol, ze kunnen het ook wel nu. Maar eerst dacht ik serieus, wacht, is het een consumable? What the fuck is dit voor een torch? Een green dungeon candle. Oh, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Oh wow, die heb ik ook nog nooit eerder gehoord. Ik dacht dat er alleen maar blauw waren. Dat dacht ik ook. Oké, wacht even jongens, even kijken op de map. We moeten hier naar boven en dan gewoon, wacht, helemaal naar boven is dat ook nog niet. Dus we moeten echt gewoon klimmen. We moeten sowieso naar boven. Ja, nee, maar we moeten klimmen, weet je. Dus echt helemaal naar boven. Want er zit nog een gebied waar we nog niet zijn geweest. Oh. Oh wacht, dan moeten we hier even doorminen. Oh ja, is goed. Doen we wel even. Dat minen dat duurt altijd zo lang, jongen. Ja, godver met mijn pickaxe. Pas op achter je, allemaal van die skulls. Ja, ik ben bezig. Zo nice, hè, dat range. Ja, inderdaad, die range is wel veel. Wacht, Lan, waarom moeten we hier nog weinig heen? Omdat we echt helemaal naar boven moeten gaan. Want helemaal naar boven is het gebied van het dungeon waar we nog niet zijn geweest. Oftewel, kisten waarschijnlijk. Oké. Ik zie helemaal niks meer door die teksten. Bijna. Oké, en door. Ik kan die dingen ook gewoon killen en die geven ook af de golden keys. Oh hé, ik heb opeens Ancient Necro dingen gekregen van je, Yuri. Helmet. Ancient Necro Helmet kreeg ik net. Niet van mij. Oh, die kreeg ik dan nog steeds. Nee, maar die, omdat jij... Oh, wacht, hier zit de kist die niet geopend is, Fink. Ik heb geen keys. Oh, heeft ik heb ook geen keys. Ik ook niet. Kut. Nou zeg ik, kill die kerels, want die krijg ik ook keys van. Oké, wacht. We moeten ook een klein beetje gaan farmen. Oh, ik zie Dungeon Slime. Nee, kut, sorry. Ga weg. Oh, crap, man. Ze doen hem echt helemaal in alles. Waar is die? Hier beneden zat hij. Auw! Pas op Jurie, dat je niet doodgaat. Oh, ik heb. Oké, zat er een kist hierboven? Ja, hierboven, hier rechtboven, hier naar boven. Ja, naar boven, oké, wacht. Ik ben wel dood. Hey, de Tink, of hoe noem je die? Mechanic. The girl. Die dude. En yes! De laatste cobalt shield, yep, precies. Wauw, nice. Oké. Wauw, we're done. Yeah, we hebben alles wat we nodig hadden uit de dungeon. Oké. Gaan we nu door of gaan we eruit? We gaan gewoon door, we maken het uit joh. We gaan gewoon eventjes... Er is een klein stuk helemaal rechts, dus nu moeten we helemaal naar rechts, want ogen kunnen we niet. Volgens mij, of wel? Nee. Nee. Oké, dus we moeten nu helemaal naar rechts en dan zit nog een heel gebied waar we nog heen kunnen gaan. Oké, maar dat is gewoon fucking. Wat de fuck doet dat ding? Kijk ding. Dat is gewoon... Oh. Met de grappling, hè. Oh, motherfucker. Hij schiet ook gewoon auto, hè, dus hij is automatic, dus ik hoef gewoon... Ja, je kan hem gewoon alleen inhouden, gewoon. Ja. Dus dat is ook weer nog verouderd. Ja, dat is ook bij de zwaarte, dat ook, hè. Bij de Muramasa, ja. En dat vind ik wel een nadeel aan de hoge tier zwaarden. Die zijn niet automatic. Ja, vrij schoon meer skills. Geef me wel. Ja, echt meer skills.
Maar dan nog, de enorme damage dat mij dat zorgt echt gewoon voor dat. Deze dungeon nou ja, is zo hoe heet het? Maar de Terra Blade is trouwens niet meer mijn favoriete zwaard, hè? Er is een zwaard die ik persoonlijk veel beter vind. En dat is zeg maar de Pumpkin zwaard of zo, de Pumpkin zwaard, ik weet niet hoe die heet. Oh nee, de Sword of the Horseman heet die van me. Zo, we moeten we hierin, die gang daar. Wacht, wacht, wacht. Nee, we moeten juist naar boven, we zitten te laag, we moeten hoger. Ik heb een magic water bottle, die zat hier op de ding. Oh ja, nice. Oké, okay, we zijn verkeerd afgesloten, we moeten hier naar boven. Ja? Wat? Ja, hier naar boven. Oh, hier. We moeten een stuk hoger in ieder geval. Eén waar ik zat. Kunnen we niet meer in, Oh, ik ben bijna dood. Wel pas. Oh, fuck. Volgens mij had serieus... Volgens mij had die lengte van de grappling hook me gered, dus dank je toch niet. Haha. Ik was weer gepleurd. Oké, hier naar boven. Oh, ik zie het. Er zit een slime. Slime. Ik doe wel rechts. Ik zie hem ook. Oké. Oh god, ik zie ook een slime, guys. Yay. Zo, wat is man even kan zien. Goed, hè? Oké. Yay, ik had hem. Oké, nou even kijken. Ja, deze kan moest op. Oh wacht. Dit is gebied waar we nog niet bezig geweest. Deze chest nemen jullie ook nooit mee, of wel? Wat, drop ze iets? Oh nee. Wat? Nee, eigenlijk niet. Maar. Oké, hier is het hele gebied waar we nog niet zijn geweest. Oh fuck. Dat is schilderij. Dat is mooi. Wacht even, guys. Wacht even. Waar zijn jullie gegaan? Ah, ik ben even naar boven. Kan iemand dat schilderij meenemen? Ja, ik doe zo wel. Ik neem het wel mee. Okay. Het is gewoon als decoratie, dat ik het zie kijken. The ice sees the end of zoiets. Ik moet echt het map in de gaten houden, gewoon kunnen we nog hoger. Oh, Yuri gaat helemaal in. Hoe is het links niet gewoon? Ja, links onder. Nee, rechts onder. Oh, fuck, ik kan niet doen. Niks doen. Kijk, wat moeten we hier nog verder omhoog? Nee, hier, hier beneden, hier beneden. Hier beneden, jongens. Oh, heeft even dat chest. Nee, ik heb geen keys. Het houdt hier trouwens ook op, dus we zijn net klaar met de dungeon. Ik heb hier geen keys, heb jij een key? Moment, oh, ja, ik heb een key, nou, ik heb een key. Ah, ik heb nog een aqua scepter. Godverdomme, ik ben bijna dood. Help mij eens. Of met 40 dingen. En daar ben ik mee bezig. Hadden we nog een dingen? Hadden jullie nou nog een ik heb nog een goodie bag, chill. God damn it. Ik had hier nog een chest gevonden, zat de aqua scepter in. Oh, die heb je al, aqua scepter, oké. Okay. Nou, oh wauw, die effecten zijn veel mooier geworden. Ja, 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 dat klopt, die zijn echt mooi nu. Waterbol. Ik heb er twee waterbols. Oh, nice. Ik heb een Blue Moon, hè? Een Blue Moon, oh, die heb ik al verkocht, omdat ik die niet moest hebben. Oh ja. Welke? Ja, maar jij gaat zeker zijn Dao nog wat smaken. Nee, ik ga voor een flower ding, er is nog een betere tegenwoordig. Er is een betere dan de Dao of Pau dingen. Alles is verbeterd. Bijna alles, ja. Ja, inderdaad, dat is sowieso. Okay, zullen we hier dan knippen en dan terug zijn bij de jungle? Ik weet niet bij de jungle. We kunnen denk ik beter eerst gewoon naar ons huis gaan en even alles in orde brengen. Dus dan... Oh, dan kunnen we nog een van die eyes... ja, en dat ook. Dus dan zie ik jullie terug bij het huis, jongens. Tot zo. Yep, dat zo. En we zien weer terug bij het huis. Oké. Okay. En ik wil jullie iets laten zien. Ja, Vink. Zo. Luister, jongen. Luister, jongen. Je hebt een tweelingzusje. Nee! Nee! Je hebt een tweelingzusje. Ik... Hallo Vink. Dit moet de Lando eigenlijk zo'n kroontje vinden of zo. Oh, dit wordt een gezellige avond. Nee, ik ga gewoon een drukke fox zijn, die vind ik beter. Ja. Maar ik vond dus nog een goodie bag en daar zat dat in. Maak zo'n mannequin ding weer en Oeh, ik heb geen hout, kerels. Oh, ik heb hout. Ik maak alleen. Okay. Ook. Oh, wauw. Ik begin opeens te laggen, want ik ga super langzaam scrollen. Ik heb ook een 1,30 FPS, staat nergens op. Net een Croco 60. Oké, ik heb hier een mannequin, waar kan ik die zetten? Even kijken. Waarom heb ik nu geen 60 FPS? Hier zo. Bloop. Daar staat er een. Ik weet niet of Yuri's surf minder is gestart of zo. Ja. Ik had net, toen we net opnamen, had ik gewoon 30. Waar staat ja, maar ik zie 30 FPS, dat heeft niks te maken of, met 60 je internet. Het, hier zo, hierboven. Oh, ja, ik zie hem. Dan kan je even mooi een proces van maken. Gewoon erop klikken, toch? Jo. Hey, dat je game gaat leggen. Zeg maar, qua FPS is het niet van internet. Hè, dus. Nee, maar hoe kan dat dan dat ik daar toen net wel gewoon 60 had en nu 30? I don't know. Daar ligt niet aan mij. Maar kijk, als er monsters gaan laggen ofzo, dat ze terugglitchen, dat is wel internet lag. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, ik heb een 60. Ik heb gewoon even opnieuw opgenomen. 60. Oh, wacht, die party girl die woont in die boom. Echt? Ja, die woont in de boom. Ik zie het. Nice. Even kijken wat ze verkoopt.
Alsjeblieft, verkoop mijn intro. Of mijn intro, mijn song. Nope. Een bubbelmachine. Smoke. Smokebom. Smokebom? Als dit. Oh, ze verkoopt ook confetti en zo. Waarom zit hij helemaal daar? Ah, godverdomme. Ja, die blijft best. Ja, ze verkoopt ook confetti. Een bubbelwand. Lol. Loose bubbles. Oké, die smokebommen zijn wel echt. Die zijn wel vet. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Oh nee, dat werkt niet. Hoe werkt het nu doen? Nee, je moet gekocht. Gekocht? Je moet ook zo'n gun hebben, maar ik weet niet. Ja, de confetti gun. Hebben ze. Oh, hoe lang duurt het nog voordat het meer. Oké, jongens. Even kijken waar de zon is. Voor mij niet te gek lang meer. Oké, maar jongens. Wat is er? Wat? Waar is mijn confetti? Oh, je doet alles in één keer. Wat de fuck is dat? Nee, waarom verbruik je je confetti gun? Het is, dat is maar gewoon één keer. Oh nee, wacht, ja. De confetti gun is gewoon maar één keer, kijk. Die daarom is hij zo goedkoop. Oké, dat confetti, maar het confetti zelf, zeg maar. Dat kan je combineren met een kogel, en dan kan je dan als je gaat schieten, dan schiet je confetti. Echt? Met zo'n gun, voor mij wel. Ik ga even kijken hoe je dat moet doen, hè. Dat wil ik even weten. Het is material. Nou, daarom. Oké, ik hoop even een stuk of... Ga dan even naar de guide ofzo. Ja, dat is wel ook precies wat ik ook... Waar is dit? Wat ligt hier? Hey, guide. Okay. Wow, Yuri, je staat er. Oh, nee, laat maar. Kom. Flask of party en gewoon party bullets. Empty bullets, en dan even kijken hoe we die moeten kopen van de... van deze dude. Oh, fuck. Die verkoopt hij nu nog niet. Je kan een soort potion maken met die confetti. En als je dan aanvalt en je hebt die potion opgenomen, ja, dan heb je 15 minuten dat er gewoon random confetti gaat appearen. Wat? Oké, hoe doe je dat? Wat? Die moeten we gewoon een keer op screen maken en dan gewoon zo beginnen. Nee, die kunnen we heel makkelijk maken. Die is echt super simpel. Oké, waar zijn die bottles? Waar zijn die bottles? Kom op. Oké, maak er dan ook een van mij. Yes, ik heb de bottles. Oké, jongens, waar is water? Even water. Oké, ik ga even. Pardon? Ik ga even pumpkins farmen. Oh ja. Oké, is goed. Oké, goed, ik heb de dingen. Ik ga mijn boe wegleggen, want die gebruik ik nooit. Nee, inderdaad, ik ook eigenlijk. Wacht. Ik gebruik die eigenlijk best wel. Oké, waar is mijn. Ik heb van die dingen, waar is mijn confetti? Oh, ik heb mijn confetti. Nee. Ik heb trouwens een shadow key. Wie heeft er allemaal shadow key? Ik had ook shadow key, alleen die heb ik in de chest gedouwd ergens. Omdat het kan, weet je wel. Okay. Flask. Oh, wacht. Laat maar, die kunnen we nog niet doen. Dan moeten we eerst volgens mij de Queen Bee hebben verslagen ofzo. Echt? Volgens mij wel. Oh. Of we moeten meerdere huizen hebben. En dat staat hier in die gouden chest al je shields en zo. Ja, ik heb eigenlijk ook nog één shield nodig. Of je Muramasa ofzo. Ja, en die Muramasa die gebruik ik, zeg maar. Dus. Een lucky kobold ga ik ook gebruiken, dus die zet ik ook gewoon in. Zo. Kobold shield, lucky kobold shield, plus 4% critical, holy crap. Nice. Hebben jullie allebei al een kobold shield in gebruik? Ja. Dan vat ik deze uit de chest. Oké, goed. Even kijken in de chest. Dus ja, ik had er ook al in. Oké, nou, waar blijft ze? Oh, wauw. We zijn nog gewoon rondkut met alles wat we hebben. Oké. Ik ga serieus. Kom, ik ga iets doen wat weet je. Ja, maar we wouden dus eigenlijk eerst tegen dat ding vechten, maar we moeten wachten tot de nacht is. Dus. Weet je, anders wachten we gewoon even tot de nacht is en dan komen we daarna weer terug. Nee, we kunnen net zo goed gewoon meteen naar de jungle lopen. Nee joh, dan doen we dat gewoon. Nee, dat doen we voor de jungle. Dat is echt wat makkelijker voor Yuri of jij, ik weet niet. Oké? Okay? Dus dan zie ik jullie zo weer. Ja, oké. Ik ook. Oké, jongens, het is eindelijk donker. Daar zijn we weer. Yep. Oh, ik moet nog wel wat dingen kopen volgens mij. Oh, oké, goed. Anders kan ik hem niet verslaan met mijn shotgun. Oké, wacht. En ik ga eventjes hier wat dingen verkopen. Daar kan ik hem even voor. Wacht, we hadden een shadow key, hè? Want anders verkopen we hem de mijne. Ja. Oké, chiller als nou, okay, ik hem wel eentje in hebben dan. Ja, ik hou mijn eigen gewoon. Ik heb hem ergens in de chest. Ik heb hem ergens die Asian Necron heb ik niet echt nodig. Voor mij ligt ergens in de chest, dan weten jullie dat ook. Oké. Oké, let's go, let's kill die dead motherfucker. Let's kill that motherfucker. Oké. Oké, ik ben echt zo blij met dat bad ding. Die gaat echt zo ver. Ja, het is ook de op één na langste, hè.
Ja. Op ene langste van heel Terraria is dat. Op ene langste grappling hook, wat hij nu heeft, is fucking lucky. Er is er maar één die serieus lang is. En dat is bij het allermoeilijkste event. Oké, maar goed. Ja, we gaan vechten. Jongens, waar zijn jullie? Ik ben al voor aan het bereiden met toortjes platen. Oh, daar zijn we ook eens. Goed, even kom. Juri, kom je? Wacht even. Wacht, neem dan even die dingen mee. Neem die dingen mee. Oh, oké, is goed. Wacht, ik neem die dingen wel mee. Hier in deze chest zit gewoon nog 82. Oh nee, laat maar. Ik heb nu mijn inventory staan. Oh nee, laat maar. Oké, we nemen hem mee. Ah! Heb je die vier meegenomen? Ja, ja. Kom, ik ga ze alle vier doen. Waarom niet? Dan hebben we toch best nog wel geld. Oh ja, oké. Oké. Hey. Juri, kom hier. Hij was boos op Juri. En terecht. Magic missile als van Juri. Kijk, nu is die Echo Fist op mij. Ik ga best wel snel. Oké. Oké, hot op ding. Wie had alles? Ik had alles dit keer. Tuurlijk! Oh, hij is nog een keer. Ja, inderdaad. Okay. Waar ben je, godver? Celebrate! Ja. Ik grijp je al. Party, jongens, party. Wow, ik pak de battle. Nice though. What the fuck, ik zie niet eens weer waar mijn match mis gaat liggen. Ik zag niet eens weer waar dat ding was. Wat is dat? Oh, dat was Dat blijft zo cool af en toe van die fucking dingen erbij. Kijk dan. Dan kan je hem niet raken. Oh, dat geluid is echt fucking knap. Ja, oké. Dat is gewoon heel snel. Ik heb veel meer mana. Ga weg. Waarom is die altijd boos op mij? Ik ben altijd heel diep tegen. Oké, wie heeft dit keer alles? Ik heb shit. Ik heb shit, oké. Ik heb shit gekregen, zwaar. Met Aqua Skeptic kan je nu helemaal niet veel... Wacht, ik ga hem krouwen. Ik ga hem krouwen. Dan krijg ik best wel veel damage gekregen dan, of niet? Ja. Hou hem hier beneden. Kom dan. Volgens mij, oh, ik ben net even. Je zat gewoon bij je missel te wachten. Ik spat dat ding open. Ja. Kauwen. What the fuck? Die zombie. Wat? Kijk die zombie. Heb je dat nog nooit eerder gezien? Nee. Ik wil net zeggen. Die Superman zombie. Jij wel zo vaak al gehad. Het is voor het eerst een Superman zombie. Oh my god, Superman! Dat maakt het gewoon moeilijker voor ons. Dit. Ja, anders is het ook te makkelijk. Ja, anders is het te makkelijk, kom op. Oh, heb ik nog een paar smoke grenades? Oh, ik die ook er even door. Nee. Hey! Ik heb mijn shirtjes erbij. Ik ga gewoon met mijn boven. Je hebt gewoon een party, jongen. Alleen een party gun moest er eigenlijk nog bij zijn en dan was het feestje compleet. En Krauwen. Oh, dat krauwen is zo lekker, hè. Blijft dan niet tussen je nagels zitten, al dat vlees. Ja, eigenlijk wel. Oké, dat was het. Oké, nice. Ik ga even dan dat laatste broekgeval ding maken. Ja, broek. En als je dan misschien nog andere dingen wil van Crimson, kan je het ook maken. Of anders verkopen het gewoon en delen we het geld. Dat zou kunnen. Beter doen we dat, want dan kan je zeg maar je gear waar je nu hebt kunnen weer helemaal refortje. En ik doe een axe en zo en een wooden hammer. Die doen we straks over upgraden naar hard mode, toch? Hm? Die upgraden we na hardmode, de axe en de hand. Ja, tuurlijk. Ik heb nu fucking tungsten en tungsten tools. Jori. Sorry. Oh, de geluid. Alles kost het 10 mana. Ja, no en. Even kijken. En daar zo. En ik had dit nog nodig. Waar is het? Je staat in brand. Nee, je bent al juist aan. Je was het aan is water, hè? Je was over ons heen aan het zeiken, ik wist het al. Oh, nou, ja, ik vind het niet zo netjes van jou, natuurlijk te zijn. Nice, ik kan nu ook voel Grinson. Oké. Okay. Oh, ik ga mijn bow verkopen, fuck it. Of wil iemand een murderer standing bow? Ja. Okay. Ik bewaar die dingen gewoon. Nee, hier. Maar ik hoef niet. Krijg jij deze. Gebruik die andere. Wat is dat? Een gewone. Ah, oké, okay, ja. Vooruit. Maar ik gebruik die echt nooit, dus.
Ja, maar ik gebruik hem echt heel vaak. Ik nooit. Ik gebruik tegenwoordig mijn Bladed Clove en mijn Space Gun en mijn Rusted Fork. Die drie zijn daar gewoon de beste. In combinatie met dit en dit is gewoon geweldig. Bruno okay, is een beetje een rare kerel. Zullen we nu richting de jungle lopen dan? Ja, we gaan nu richting de jungle. Zullen we dat skippen of niet? Want we skippen wel heel veel, hè, dus ik weet ja, niet. Ja, maar dan maken we wel flinke progress in één keer, dus dat is wel chill. Mm. En doen we de volgende keer weer gewoon zonder skippen, weet je wel. Ja, of gewoon minder. Maar... Ja, Kingo. Oh, wat? Wat is het dan weer? Hey, waarom heb je nou weer groen gemaakt? Dat ging per ongeluk. Ja hoor, ging per ongeluk. Je moet speciaal daarvoor moet je verf kopen, speciaal daarvoor moet je die... painting dingen kopen, dus ja, dat ging per ongeluk. Kom, we gaan gewoon achterlaten gewoon. Yep. Nou, kom je? Moet wel de andere kant yellow op. Mag Wacht, ik ga even wat shit dumpen, want ik wil echt even een paar spullen die ik niet ga gebruiken. Hey, Oké, dan gaan wij zeggen... Ik wou net hey zeggen tegen die squirrel. Ik ga wel zeggen... tot zo, als we bij de jungle zijn. Yo, tot zo. Oké, jongens, ik ben terug en ik vond de chest. Ja, we zijn terug. Ah, wat is dat voor chest? Wat zit erin? Peachball. Hadden we die niet al gevonden? Wow, ik kopte me flink. Ik dacht dat we die al gevonden hadden. Wauw, Jury bept hem ook weer weg. Nou ja, we gaan even verder kijken, want hier zijn we nog niet geweest. Oh, deze kant shit, van ik wil dat ding wel oppakken. Nou, dan doe je dat toch? Oké, we zoeken eigenlijk een tweede ingang of zo tot de underground. Hoe pak je dat ding op? Je moet gewoon even laten liggen. Moet je even wachten en dan kan je hem oppakken. Oh, hier kunnen we erin.